Vier dagen is mijn chauffeur van de ganse winkel al vuur geweest. En vandaag aan de kant blijven plekken van de mayonaise. Ik zeg maar altijd, weg met een hele kel. Al is het nog maar voor zo'n stukje frikandel. En onderhand dat ik hem eet, denk van, hij dat ding niet in de groene mak moeten liggen. Want vorige week toen vond ik nog een groene in de grieze mak. Ja, want het is niet meer handig om nog aan eten te komen. Zeg, toen ik nog samen woonde met mijn vrouw, toen ging het allemaal veel handiger. Zeg, want ik neem eerst al koken. Want mijn vrouw moet veel werken. Die werkte overdag op kantoor. En s'avonds nog eens op mijn zenuwen. En als het dan eigenlijk aan haar de beurt was om te koken, dan was alles koud. Alles, alleen de motorkap van een auto niet. Zij, ik probeerde dat de mensen nog altijd wat van te maken. Als mijn vrouw thuis kwam, had ik eerst de toffel gedekt. Daarna de babysit. Nog huis gebracht. De haard en de kaarsen aan. En een echt... Vijf gang in diner, één pizza en vier flessen bier. En dan zei hij van mij weer, je hebt een probleem met alcohol. Zeg, ik heb niks, geen problemen met alcohol. Zeg, ik heb pas problemen als ik zonder alcohol zit. Zeg, trouwens, het is maar net hoe dat je het bekijkt. Ik zeg, want de ene zegt het glas is half vol. En de andere zegt, dat klopt. Mijn vrouw en ik, we hadden niet veel woord. Maar als we woord hadden, dan ging het al over de alcohol. Nou, hebben we daar geen woord meer over. Sterker nog, we kunnen er graag een woord maar over krijgen. Want de laatste woord die ik gewisseld heb met mijn vrouw, dat was toen ik tegen ze zei, ik zeg nou geen Ruud, of ik Ruud. En dat had ik beter niet kunnen zeggen.